Het is 22 februari 1944. Stralend weer, maar ijskoud. Volop zon en iedereen was zettig. Dus mooi, dat was niet toe. Ineens een hele harde dreun, klap. Het was aarde donker. En ik dacht dat ik dood was. Joepie, waar ben je? Ik dacht dat het voorbij was. Buiten was het stil. Het werd aarde donker. En het was doodstil. En toen hoorde je de mensen schreeuwen. We daar zagen, dat was voor onze kinderogen, was dat was niet te bevatten. Dat was zo verschrikkelijk. In deze straat, de Stikke Hezelstraat, vinden zo'n 60 mensen de dood. Er is geen kans om te ontsnappen. Eén grote vuurzee. Eén grote vuurzee. Heel veel in D-branden. De HEMA. Dus ja, maar Joopie is hier nog. Ja, die komt wel. Maar hij kwam natuurlijk niet. Je rook ook een hele rare... Als je de kattenbak wel eens verschoon, dan ruik je een muffe lucht. Zo'n muffe lucht rook je op dat moment ook. Maar mijn moeder, je had geen tijd om het te vertellen, geen gelegenheid. Mijn moeder zei alleen maar, godzijdank, we zijn allemaal bij elkaar. Dat typisch dat je zo'n zinnetje herinnert. We zijn allemaal weer bij elkaar. We dachten dat het voorbij was. Buiten was het stil.